Lionel Bajard, nieuwe studie toont aan dat de reclameinkomsten voor commerciële tv-zenders onder zware druk staan door het uitgesteld kijken. Is dat een probleem? Eerst en vooral, wat is er vandaag gesproken? Dat is de Econopoliestudie. De Econopoliestudie legt de vinger op de effecten die het uitgesteld kijken hebben op reclame. Nu, er zijn twee belangrijke zaken. Ten eerste is dat reclame voor een groot stuk de inkomsten bepalen van de commerciële televisieomroepen. Dat is een gegeven, maar daarnaast is het ook zo dat de kosten om die goede Vlaamse fictie, die we rijk zijn, om die te produceren, die is zeer hoog. En dus die kosten tegenover het drukken van die mogelijke inkomsten, dat is een spanningsveld. Ja. En hoe kunnen we dat oplossen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die Vlaamse producties toch nog in de toekomst gemaakt kunnen worden? Wel, de studie brengt een aantal zeer interessante zaken naar boven. De onderzoekers die ermee bezig zijn geweest, komen nooit met een aantal voorstellen. En dat is natuurlijk belangrijk. Ten eerste zou het kunnen zijn dat men meer aandacht vestigt op meer gepersonaliseerde reclame, meer niche. Hè. En ten tweede, en dat is volgens mij het belangrijke, dat is dat er een plaats is voor een tweede speler, zeg maar ondertussen in de volksmond, een Vlaamse Netflix. En de bedoeling is tweezijdig. Hè. Ofwel komt de sector bij elkaar, de televisieomroepen, maar ook de distributeurs, en vinden ze een manier om die sense of urgency om te zetten naar actie en die plaats in te nemen. Ofwel laten we dat toe aan buitenlanders, aan internationale spelers, en dan zijn we zeer ver van huis. Oké, dank u wel.